Den Haag met je lege paleizen. Den Haag waar de westenwind speelt. Den Haag waar de wijzen in slansdienst vergrijzen. En waar op de zolders couperus vergeelt. Mijn leven werd bepaald door het spelen en het schrijven en het reizen. Heb ik besloten om cabaretier te worden en op zoek te gaan naar een ruimte voor een eigen theater. Aan het strand van Scheveningen voelt hij zich geborgen. Theater was eigenlijk mijn leven al van toen ik zo was. Kan je dan niet iets leuks doen? Kan je Mario Kees niet opvoeren op de kade? En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Het feit dat jij je inzet voor zoveel goede doelen, ook UNICEF. Ik schrijf altijd hardop praten. Ook zo'n boek wat ik net heb geschreven. Bij Oscars, mijn tweede thuis. Nou, hoe Haags wil je het hebben als je met je held, je Haagse held, Paul van Vliet. Wat mij vooral opvalt is dat als oude mensen niet meer luisteren. We hebben vele duizenden petitieondertekeningen. Of veilig achterop bij vader op de fiets. Veilig achterop bij vader op de fiets. Je komt op de armste en de meest verdrietige plekken op de wereld. En daarom is het boek ook in sommige opzichten heel erg om te lachen, hoor ik van mensen. Dus ik heb niet iets wat nog moet. Mooi oud dametje met een kwiek hoedje. Papa is blijven hangen aan de 60's. Papa is blijven steken in de tijd.